Om dit te mogen maken 10 jaar geleden is een gigantische droom geweest die... waar we hard voor hebben moeten werken om hem überhaupt te krijgen. Want we hebben voornamelijk heel veel brieven met afwijzingen van al dat zogenaamd lollige spul van ons. Totdat we uiteindelijk bij de VPRO aan de slag mochten. En ja, het is bizar eigenlijk dat we er nu al zo lang mee bezig zijn. En we ook gehoord hebben dat we het nieuwe seizoen ook weer een 6-tal nieuwe afleveringen mogen maken. Ja. En kan je er nog hard om lachen als je het zo ziet? Van, kijk, ja, dat was mooi. Nou, het grappige is dat je doet... alle seizoenen hiervoor was altijd actualiteit. Dus dan zit je... In zo'n snelle molen, het was gewoon 2 dagen draaien, een dag schrijven, draaien, monteren op televisie. Dag daarna meteen weer draaien. Ja, weet je, het ging bam. Oh sorry, ik dacht ik steun. Ja, maar het was precies hetzelfde. En dan zit je in zo'n snelheid en elke week kwam er weer een nieuwe fretteria die teksten rammen. Dat je op een gegeven moment, ik keek wel eens dingen terug en ik dacht, ik kan me hier gewoon niets meer van herinneren. Of dat ik dacht, ja, wat zeg ik allemaal? Dus dat. Ik kan er elke keer opnieuw naar kijken. En hoe is de verdeling van krachten van jullie? Want jullie zijn beste vrienden. Maar dat lijkt me trouwens ook wel af en toe lastig. Want dan kan je elkaar misschien niet de waarheid vertellen. Ja, precies. Weet je dat, maar hoe is de verdeling, Dennis? Ja, goed. Ja, dank je. ik weet dat ooit was het zo dat Thomas Akda een gegeven moment tegen jou zei... waarom zegt die Dennis nog steeds dat hij alles schrijft? Maar dat was ook vooral omdat ik heel onzeker was over hoe ik acteerde. Mm-hmm. Maar dat wat wij doen grijpt op iedere plek zo in elkaar. Wij zijn toch een beetje de clowntjes yin en yang, wat dat betreft. Ja. Dus het vult elkaar... Urbi en Orbi. Het vult elkaar... De hele tijd. Het vult elkaar wel aan. Dus ik schrijf iets op, dat nemen we mee naar de set. Maar ja, als je het aan Jeroen geeft, dan gaat er nooit meer gebeuren wat daar, zeg maar, staat. Ja. Dat krijgt een eigen leven. Dat probeer ik wel. Wordt er al wel eens ruzie over gemaakt? Kom op, ik heb dit geschreven, heb ik een hele dag gedaan. Nou, je hebt wel eens gesprek dat je zegt, wat zeg je? Dat staat er niet. Zeg, nee, dat weet ik. En dan hebben we daar even een discussie over. En soms wint Dennis en soms win ik. En we hebben nog regisseurs die ook weten dat we dit fenomeen op de set hebben. Dus die roept dan gewoon geen cut. Nee. Soms sta je anderhalve week in één stuk door een scène te spelen. Eet dan van tevoren veel, omdat ik weet dat het een lange dag worden. Maar we hebben echt soms regisseurs die gewoon niet stop zeggen aan het einde van een take. En dan gaat het gewoon door. Want dan denk ik, er is nog ruimte ergens. Wat is een favoriet typetje van jou? Voor mij is Saïd wel een van mijn favorieten. Fred ook, maar Saïd, daar zit zoveel... naïviteit, liefheid. Hij bedoelt het allemaal ontzettend goed. En hij wordt allemaal verkeerd begrepen. En dat een heel dankbaar mannetje die ik ooit echt heb ontmoet in de Odeon. Toen ik hier in Amsterdam in een nachtclub werkte. En dat was een snorder, heet dat geloof ik. Zo'n zwarte taxichauffeur. Die dan illegaal weer even... Zal ik voor 10 rijd ik naar huis? Ik zei, ik ben op de fiets. Ja, 10 gulden. Ja, maar ik ben op de fiets. Dus op zich, 10 gulden is dan gewoon onzin. En die kwam elke keer met verhalen. En die man heb ik gewoon onthouden in hoe die praat, hoe die beweegt. En alles zat een soort emotie onder. En uiteindelijk mochten we dit gaan doen. Dacht ik, ja, die man moet ik gewoon spelen. Saïd. Mootje, je moet voor je gaatje laten vallen en zelf erin lopen. Hij begrijpt het nog niet. Maar voordat je de fout maakt... Zorg dat je de fout niet maakt. Kom nou, Jordi. Hop, trek hem aan zijn shirt. Nou, je bent geen mietje. Ja. Mo. Mo, als je eerder begint te lopen, lijk je sneller dan tegenstander. Nee, ik begrijp het nog niet. Maar ik heb alle uitspraken van Johan Cruijff uit mijn hoofd moeten leren voor inburgingscursus. Maar dat is logisch. Kom, Jordi, schop hem. Gewoon schoppen nou. Schop hem uit de wedstrijd. Kan je? Dat heeft Cruijff nooit gezegd. Dat heeft meneer Johan Cruijff nooit gezegd. Heeft u geen inburgingscursus gehad? Had je hem had, pannenkoek? Nee, dit is geen pannenkoek.